Ik ben Tamara Madern en ik werk als lector schuldpreventie en vroegsignalering voor de Hogeschool Utrecht bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie. En daar doen we allerlei onderzoek rondom schuldenproblematiek. We kijken welke mensen komen in de problemen, maar vooral ook wat kun je doen om dat te voorkomen. Wat voor type interventies zijn er in Nederland? Wat doet de schuldhulpverlening eraan of wat doen ze juist niet? En rondom vroegsignalering kijken we ook hoe kun je nou mensen eerder in beeld krijgen. Wat kun je doen zodat je eerder weet dat er problematische schulden zijn of dat mensen in de problematische schulden dreigen te raken. Een van de grootste uitdagingen die we op dit moment zien is om mensen eigenlijk op een vroegtijdig moment in beeld te krijgen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Gemeentes kunnen heel veel aanbieden aan mensen, maar als mensen zich niet zelf melden, dan wordt het heel lastig om ze te bereiken. Dus we zien dat er heel veel in wordt gekeken, wat kun je eigenlijk aanbieden, wat kun je doen, hoe en op welke manier kun je mensen signaleren, bijvoorbeeld door de wijkteams in te zetten. En tegelijkertijd ook de vraag, wat kunnen we nog meer doen om mensen te ondersteunen? Dus we weten dat mensen soms beslissingen nemen die niet heel handig zijn. We weten ook dat stress heel veel met mensen doet en dat ze daardoor die onhandige beslissingen nemen. De vraag is nu heel erg, wat voor interventies kun je eigenlijk opzetten om mensen op dat soort momenten te ondersteunen, zodat ze langdurig financieel gezond kunnen blijven? En daar zijn we heel erg zoekende naar. Wat werkt er nou en hoe krijg je die interventies bij de juiste groepen terecht? Dat is eigenlijk wel een van de grootste uitdagingen waar we voor staan. Het is goed dat schuldpreventie en vroegsignalering een onderdeel zijn van de quickscan. Op die manier kun je makkelijk met elkaar in gesprek gaan. En een van de belangrijke vragen daarbij is, wat wil je eigenlijk bereiken? Welke groep wil je in beeld krijgen met vroegsignalering en wat wil je ze aanbieden? En een tweede vraag is natuurlijk, wie bereik je nu al en is dat voldoende? De vraag is, waar wil je aan gaan werken? Wil je mensen eerder bij schuldhulpverlening krijgen? Of wil je juist dat mensen meer zelfstandig kunnen gaan doen? Wil je dat ze online hulpmiddelen gaan gebruiken? Of dat ze naar een budgetcursus komen? Dit vraagt om interactie met elkaar, om te bepalen wat is je doel en wat wordt dan het middel? En een quickscan kan daarbij helpen om in gesprek te komen. De quickscan is vooral ook nuttig omdat je daardoor erachter komt wat je niet weet. En je weet niet wat je niet weet. En het is mooi dat beter in beeld gebracht wordt en dat een mooi startpunt is om die informatie te gaan verzamelen en om met z'n allen met dezelfde doel aan de slag te gaan.